Iedere dag krijgen in Nederland 35 mensen de diagnose darmkanker. Elke dag sterven er in ons land 14 mensen aan de gevolgen van deze vreselijke ziekte. Daarmee is darmkanker doodsoorzaak nummer 2 bij kanker. Dit is echter niet nodig. Darmkanker is in een vroeg, nog onschuldig stadium te detecteren en zelfs te voorkomen. De overlevingskans bij vroege detectie is heel erg hoog. En dat doen we dus ook. Nederland heeft net als vele andere landen bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd met de zogeheten FIT-test. Vanaf het 55ste levensjaar ontvangt iedereen zo'n test thuis. Je neemt daarmee zelf een monster van je ontlasting en stuurt dit op. In een lab wordt het onderzocht op sporen van bloed. Die kunnen duiden op een polyp, een voorstadium van darmkanker. Ben je positief getest, ga je door naar het ziekenhuis voor een inwendig vervolgonderzoek, de colonoscopie. Dit klinkt allemaal heel erg mooi, maar deze manier van screening is verre van ideaal. Nederland is het beste jongetje van de klas, maar nog steeds doet 30% van de mensen die opgeroepen worden niet mee. In andere landen is dat percentage soms 60 of wel 80%. Dat betekent dat heel veel mensen darmkanker krijgen, terwijl dit voorkomen had kunnen worden. Daarnaast heeft de FIT-test heel veel zogeheten vals positieve. Meer dan de helft van de mensen die opgeroepen wordt voor vervolgonderzoek, heeft helemaal niks. Die leven lang in onzekerheid en ondergaan een vervelend, kostbaar en niet risicoloos onderzoek. Vanwege die kosten maken we ook keuzes in hoe we het bevolkingsonderzoek inrichten. Nederland begint bij 55 jaar, terwijl de literatuur zegt, begin nou bij 50 of zelfs 45 jaar. Hiermee missen we heel veel gevallen. Daarnaast wordt de drempelwaarde van de test, de hoeveelheid bloed die je wil vinden, zo gekozen om een evenwicht te hebben tussen de kosten enerzijds en de gezondheidsrisico's anderzijds. Tot slot doet de FIT-test helemaal niks als er geen bloed is en mist dus de vroege stadia, waar de overlevingskans juist zo hoog is. Dit kan en moet beter. Er is dringend behoefte aan een betrouwbare, laagdrempelige en goedkope test voor de vroege detectie van darmkanker. Ik ben Jack van Lint, CEO van Celtic Medical. Het is ons doel darmkankerscreening drastisch te verbeteren. Mijn eigen vader overleed op 72-jarige leeftijd op mensonterende wijze aan de gevolgen van darmkanker. Ik was toen net geen 40 jaar en zit sindsdien zelf in de screening. En er is ook al eens een keer een polyp verwijderd. Net als te veel Nederlanders weet ik dus maar al te goed wat de impact is van deze vreselijke ziekte. Met Celtic Medical is het mijn ambitie de screening drastisch te veranderen. En ervoor te zorgen dat in de toekomst veel minder mensen darmkanker krijgen en veel meer mensen genezen. Helpt u mee? Onze onderzoekers van de Universiteit van Bologna hebben een panel geïdentificeerd van 4 biomarkers, het Celtic panel. Dit kan een vervanger worden van de FIT-test. Resultaten laten zien dat we heel goed zijn in de detectie van de vroege gevallen, waar de FIT-test niet bruikbaar is. Ook zijn we heel goed in het eruit vissen van die vals positieve. Het plan is dus ook om Celtic te positioneren als een test na de FIT-test, maar voor de colonoscopie. Hiermee kunnen we in de eerste instantie kosten besparen, maar daarnaast kunnen we helpen om de testparameters, leeftijd en drempelwaarde, te optimaliseren. Uiteindelijk is het ons doel de FIT-test helemaal te vervangen. Maar zover is het nog niet. Eerst is nog aanvullend onderzoek nodig. Samen met het Universitair Medisch Centrum van Amsterdam en de Universiteit van Bologna gaan we een grotere trial uitvoeren met zo'n 1000 patiënten. Doel is de eerder behaalde resultaten te valideren en een aantal andere aannames te toetsen. Het onderzoek gaat ongeveer 500.000 euro kosten en we zijn nu bezig de financiering op te halen. U kan nog meedoen.